Hoeveel jaar ben jij? 12. En jij komt mee supporteren? En hoe belangrijk is deze match voor jou? Heel belangrijk. Waarom? Omdat ik wil dat België wint, naar het WK gaat. Ja, en denk je dat ze gaan winnen vandaag? Ja! Waarom bent u hier vanavond aanwezig? Ja, dat is een zeer indiscrete vraag eigenlijk. Dat is omdat ik rode schoenen heb. U? Maar heeft u iets met het voetbal? Jazeker, mijn zoon speelt bij ons genot Staatsegem. En waar roep jij dan? Hup, rode duivels! Hup, rode duivels! Ze gaan luider, hè? Hup, rode duivels! En waarom bent u hier aanwezig vanavond? Goh, ik vind het Belgische gevoel moet er toch een beetje zijn. En... Bonjour, monsieur Azar. Votre fils, il va jouer ce soir? Je ne sais pas, moi je ne suis pas sélectionné. Je suis papa. Je ne sais pas, c'est pas moi qui vais demander. Et qu'est-ce que tu penses, le pronostic? Oh, bon, on espère une victoire. Hein? Goedenavond. Erik Smakelijk. Mag ik van jou een pronostiek? Pronostiek? 2-0, ja. Zeer positief. Ja, ja dat moet zijn. Ik vind dat je nooit niet negatief moet pronosticeren, want dan begint het al slecht. Maar ik ben uiteraard op mijn hoede voor Serviërs. Je moet altijd voor op je hoede zijn, denk ik. En nou, trouwens, voor alle mensen. Maar nee, 2-0, ja. En ik wil ook eens zeggen dat ik altijd, dat is alleen als ik hamburgers eet, dan mijn mond er zo uit. Maar rood is goed, hè? Rood helpt, hè? Ja, rood. Rood helpt. Ja, die van nu precies ook een hamburger. Nee, je ziet er heel goed uit. Dag, mooie duivel. Duivelin. Ja, heb jij een zeker bijgeloof? Een bijgeloof. Denk je dat rood gaat werken? Ja, tuurlijk. Dat wij hier zijn, dat gaat alleen al werken. Goal! Die mannen gaan hier...